In de tentoonstelling Saal Zwijgershoek loopt er momenteel een doe-tentoonstelling in samenwerking met het cultuurcentrum Sint-Niklaas. Het kreeg de naam Typografie door tieners. Die is gemaakt door Peter Mulder. Zij is een grafisch vormgever die werkt voor Yeti en voor Max. Dus ook heel goed op de hoogte is van waar tieners mee bezig zijn. Hij had zoiets van, elke dag zien wij wel honderden, duizenden letters in boeken die we lezen, maar ook soms in dingen op de straat of zo. En we zijn er eigenlijk op een heel onbewuste manier mee bezig. En hij dacht, ik ga iets maken zodat jongeren zelf actief met letters aan de slag kunnen gaan. Ik heb al geleerd in welke tijd dat de typemachine en zo gemaakt is. En zo ja, nee vragen of dat kan waar zijn of niet waar kan zijn. En ja, dat is wel tof om te leren zo, op deze manier. We moesten van een mevrouw, onze gast eigenlijk een beetje, we moesten allemaal letters pakken en met die letters moesten we naar een plaatje gaan, zoals dit. En dan moesten we opdrachten uitvoeren. Dat was wel heel leuk. Jeffrey, is dat de U? Ja. Er zijn allemaal verschillende letters. Dat zijn met een, de G is met een oor. En sommige G zijn met zonder staart en met staart. En dan zijn sommige zijn sierlijk, sommige zijn gewoon. Sommige zijn met de hand geschreven, sommige zijn met de computer geschreven en zo en al. Gezinnen kunnen op zondag 24 en woensdag 27 februari van 2 tot 5 de tentoonstelling zelf in Zuid proberen. Dit gaat door in de tentoonstellingszaal Zwijgershoek in de Zwijgershoek 14. Tot dan!